De situatie. Misschien merk je het wel aan je eigen woning. Scheve vloeren, een raam dat klemt of deur die niet goed meer sluit. Of misschien heb je last van schimmel in je huis. Dat kan komen doordat de fundering van je woning niet goed berekend is op bodemdaling. Bodemdaling betekent dat de bodem langzaam zakt. Dat kan een paar millimeter per jaar zijn, maar op sommige plekken in Rotterdam wel een centimeter per jaar. Ook in Bloemhof zakt de bodem. Tussen de 1 en 4 mm per jaar. Dit is niet direct gevaarlijk voor jou als bewoner. Maar als we niks doen, dan kan je in de toekomst last krijgen van steeds meer problemen in je huis. En dat kan gevolgen hebben op hoe fijn jij er woont. De bodem daalt. Maar hoe komt dat? De bodem in Rotterdam is van veen en klei. Deze bodem zakt al eeuwen. Dit ligt aan het weer en doordat het klimaat verandert. Denk aan meer periodes zonder regen. Of juist door veel heftige regenbuien in een korte tijd. Hoe er wordt omgegaan met het verhogen of verlagen van waterstanden. Wat er op deze bodem wordt gebouwd. En als de bodem zakt, dan zakken huizen, straten en parken ook mee wanneer ze niet de fundering hebben die past bij deze veen- en kleibodem. Hoe snel de bodem en hoeveel de bodem zakt, verschilt. Vooral woningen die geen fundering op palen hebben, zakken. Heb je een vraag over jouw woning, woongebouw of straat? Of maak je je zorgen? Mail ons op bloemofzuid.woonstadrotterdam.nl Je kunt ons ook bellen van maandag tot en met vrijdag tussen half negen ochtends en drie uur middags op 010 440 8800.